Hallo iedereen en welkom bij Let's Play Rayman Legends, hier op DDG. Ik ben Glenn en voordat we 20.000 lobs altijd en zegen doen, gaan we eens even terug naar Origins, want er schijnt een level te zijn die ik daar kan doen. Dan ben ik dus iemand die dan zoiets heeft van, laten we dat level niet gaan doen. Is het één level? Ja. We hebben nog niet de zee van serendipiteit ontgrendeld. Dat gaat gebeuren, maar nu nog niet. Welk level? 1 level. Oké. Okay. Oeh, dat level ziet er... Dat is toch niet wat ik... Oh, het... Oh! Hebben ze de schatkist levels in gedaan? Oké. Okay. Voor het geval jullie het nog niet weten, schatkist levels zijn de meest hardcore levels van Rayman Origins, van het vorige spel. Ik heb een bepaalde... weet je wat, ik ga het niet eens proberen. Schatkist levels zijn levels waarin je gewoon in één ruk moet doorrushen. En gek genoeg is dat, zijn er nu wezens. Oh, dit is anders. Ze hebben het veranderd. Ze hebben er wezens in gedaan. Normaal is het gewoon alleen maar rennen. En dat is nu niet het geval. Moet je zien, ik heb dit ding bijna ingehaald. Haha, ik ben veel te goed voor dit spel. Oké, nou dat is een team, zie. En je moet niet bang zijn voor de vijanden van pijn. Oh. Dat is het. Oké. Dat was een stuk makkelijker dan ik had verwacht. Alleen geen dikke disco. Ah, verdomme me. Zal ik je eens al vertellen? Ik vind het niet eens erg. In dit geval niet. Oeh, rond oerwoud. Schatkistlevels zijn ingewikkeld. Dat zijn ze. Ik heb tenminste alle 10 zies. Ja. Je hebt berichten ontvangen in je koffer! Open hem nu met Griekse ei om deze berichten te lezen om te bekijken wat je hebt vrijgespeeld. Probeer maar. Nou, vooruit maar. Ik heb een kraslot. Weet je wat, die ga ik nu gewoon gelijk ontgrendelen, zodat ik hem niet in moet versnellen. Want het was zo kut geweest als we weer een Back to Origins level hadden gehad, want ik wil niet zo'n hele aflevering Back to Origins doen, weet je wel. Ik wil gewoon naar 20.000 lums onder de zee. Ik heb zoveel zin naar die wereld. Weet je waarom ik zin heb in die wereld? Waterlevels. Yeah. En de waterwereld heeft in dit spel de beste muziek. Weet je wat, laten we hier eens even ingaan. Ik weet niet eens of al een nieuw personage. Volgens mij niet, want ik zie geen uitroepteken, maar misschien een nieuw personage. Die hebben we. Oeh, 75.000 moeten we hebben voor deze. Volgens mij is dat niet eens een 10. Dus dan gaan we niet worden, hè. Als het geen 10 is, dan gaan we dan niet worden, hè. Oh nee, zeker niet. Goed dan. 20.000 lumps onder de zee. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Oké, ik laat niet zo irritant doen, anders ga ik je slaan. Lekkere wijven kunnen ontgrendeld worden. Het mysterieuze opblaasbare eiland. Weet je, deze titel probeert niet grappig te zijn. Nee, deze titel vertelt gewoon daadwerkelijk waar het over gaat. En zoals jullie zien zijn we aan het zwemmen. Oh, wat leuk. Oh. Het is het gloegloe muziekje. Ik kan niet geloven dat ze het gloegloe muziekje erin hebben gedaan. Deze muziek is namelijk geweldig. Moet je horen. Oh, deze muziek, dames en heren. Oh. Ik ben zo gek op deze muziek. God, zo gek. Ik ben zo gek, ja dat ook. Maar ook heel gek op deze muziek. Oh, wat een blije muziek. Wat een blije muziek. Ik kan mezelf helemaal niet zien. Wat een mysterieus opblaasbaar eiland. Serieus, dat is het echt. Waar zijn al die lumps naartoe gegaan eigenlijk? Ik zag ze net allemaal lumps en nu zijn ze weg. Waarom nou? Waar zijn de lumps? Ik ben ze helemaal kwijt. Oh, ze zijn gewoon hier. Dat verklaart een boel. Wow. Nou, die wil ik allemaal wel. Nee! Shit, nou heb ik één combo verpest. Nou, die in ieder geval niet. Nog meer combo's die je kan verpesten. Nou, die daar kan ik nog verpesten. Dat is wel heel cool. Oh, wacht. Nee. Ah, man. Wat is het voor een bullshit? Fuck.
Waarom is dit gebied zo rustig? Echt waar, dit gebied is zo rustig en enigszins sereen. Sereen. Oké, hier zijn we eindelijk klaar, we kunnen verder. Jezus. Het mysterieuze eiland. Volgens mij klopt hier... Iets klopt hier niet. Zie, je gaat daar al verder naar beneden. Dat is wel heel interessant. Ik ga eens even kijken wat hier aan de rechterkant is. Misschien een tientje. Nee. Je wordt wel terug naar links gepusht. Kijk, het ziet hier allemaal heel... geheim. Weet je, het lijkt net alsof ze hier proberen een bepaald geheim... niet geheim te laten lijken met een eiland die niet opvalt. Maar ondertussen is hier volgens mij iets aan de hand, jongens. Hier, zie je? Hier gaan we al. Kijk toch eens. Kijk toch eens. En hier ga ik de muziek even wat hoger zetten. Of het geluid. Kijk, dit begint er meer op te lijken, jongens. Wat gebeurt als ik hier kom? Ik wil het weten. Oké, dat is duidelijk. Holy fuck. Dit is vet. Oh, dit is vet. Moet je die sfeer hier zien, jongens. Dit is sfeer, mensen. Dit is sfeer. Wauw. Oh, fuck. Oh, oeh, dat ging nog net goed. Oh, dit is echt... Dit heeft echt een Beyond Good and Evil vibe. Voor het feit dat je enigszins moet sneaken. Oh, wauw. En wat een James Bond vibe heeft dit, zeg. Dat even weg. Oeh, jongens. Ik ben niet aan het genieten. What the fuck is dat? Oh, die blokkeert het licht voor mij. Oké, cool. De beestjes helpen mij nu. Wat vriendelijk. Auw, fuck. Kutkikkers. Kikkers in water. Wat een onzin. Eigenlijk niet, hè. Nope. Oeh, dit is uniek. Kijk, dit is gewoon creatief. Ik hou van creatiefheid in levels. Daar ben ik gek op. Oké, dikke, ga je mij niet naaien. Met uw pijnlijke aanval van elektriciteit. En de Tingy is bevrijd. En dat rijmt. What the fuck. Dat rijmde eigenlijk best wel goed. Ja, eigenlijk rijmde dat. Ik wil er tussendoor en dat mag niet. Jammer. Hoe is dit? Is dit een hamer of zo? Kutkikker. Oh, shit. Nee. U mag mij niet lokaliseren, je faal. Uh-oh. Kijk, schrijdels! Rustig maar, ze eten alleen maar mensen. Gelukkig ben ik super vaardig in het oriënteren van mezelf in waterlevels. Moet je die achtergrond daar zien? Met die basis, die onderwaterbasis. Wat een beetje lijkt op Gungan City van Star Wars Episode 1. Waarom heb ik het nu over Star Wars? Omdat het episch is, daarom. Oh ja, natuurlijk. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Zwem. Zwem! Zwem, 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 zwem! Ah, oh, deze muziek heeft echt James Bond vibe. Echt waar. Heel erg. Heel erg James Bond. En de geheime gangen zijn te opvallend voor woorden. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ik denk dat toen ze het playtesten dat mensen het niet echt opviel. Toen niet. Maar mij lukt het waardig goed, gelukkig. Mij lukt het daardig goed. Dit is zo vet. Oh my god. Ja, hier is ook overduidelijk een geheime gang. Maar daarboven zijn ook nog lumps die ik moet verkrijgen. En anders krijg ik misschien de 600 niet, hè. En over het algemeen is het eerste level van de nieuwe wereld altijd wat langer dan de normale. Ja. Dat verklaart ook wel dat deze misschien wel eventjes gaat duren. Ik denk dat je dit heel makkelijk kan speedrunnen door gewoon door die lasers heen te gaan. Maar laten we het een beetje... Oh, wauw. Nou, zoveel tijd krijg je nou ook weer niet. Daar heb je gelukkig een hartje, die kan ik goed gebruiken. Een hartje kan ik heel goed gebruiken, voordat ik straks geëlektrocuteerd word door die kikker, wat gelukkig niet het geval was. Tot nu toe heb ik nog alles. Ik mis alleen nog een geheime gang. Oei. Dat is niet zo mooi. Vooral omdat we aardig richting het einde gaan. En ik heb ook nog lang geen 600 lumps. Oh, fuck. Dat ging nog niet goed, trouwens. Hoppakee. Verkrijgen ergwezen. Is hier misschien iets? Ik denk dat hier... Nou, hier is niet de geheime gang in ieder geval. Bam. Oh, fuck, 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 fuck. Oeh, dat ging nog niet goed. Kijk, weg hier. Oh, fucking eng dit, met dat licht. Oeh. Dood voor jou. Oh, fuck. Dit ziet er best wel complex en moeilijk uit enigszins. Oh, nee, het draait gewoon rondjes. Oké, dan is het niet zo heel moeilijk. Maar ik mis nog een minigame. Shit, ik ben net aan het rushen. Rushen, niet te veel rushen.
Oké, gaat dat naar een minigame of gaat dat naar iets anders? Want volgens mij is de minigame hierboven. Yes! Oh, gelukkig. Ik was even bang dat ik alles dat ik een minigame had overgeslagen en level opnieuw moest doen. Wat ik niet eens zo erg zou vinden trouwens. Hé, dat is raar. Deze muziek heb ik nog niet in de soundtrack gehoord van het spel. Of in, toen ik de soundtrack luisterde op YouTube, dan zat dit muziekje er volgens mij niet bij. Dat is interessant. Dus er zijn nog een aantal muziekjes van dit spel die ik nog niet heb gehoord. Dat is best leuk. Kusje, dank u. Oké. Ja, ik heb er zo dadelijk wel 600, denk ik. Als ik nu gewoon even niet afga. Als ik dat nog even voor elkaar weet te krijgen. Oké. Oh, cool. Nu zijn we in de basis. Oh, dit wordt zo vet. Jongens, echt waar. Dit wordt zo vet. Dit wordt zo vet. Dit wordt zo'n vette wereld. Ik heb geen 600 lumps. Fuck. 20.000 lums onder de zee. Maar 3 lums kwam ik tekort. Ik wou het zeggen, waar blijven die tienzies? Nee. Nou ja, ik heb in ieder geval de tienzies. Wauw. Goed, in de volgende aflevering van Let's Play Rayman Legends gaan wij meerdere levels doen. Wat een verrassing. Als jullie deze video leuk vonden, geef hem dan duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei.